Het groene stergebied vanmiddag in Leeuwarden, natuurlijk, zomervertier op de strandjes. En als je dan kijkt naar morgen wordt het ook een zomerdag, alleen een zomerdag met minder veel zon dan vandaag. Vanavond kunnen we nog buiten zitten met zo'n 21 tot 24 graden rond 7 uur. En dan de komende nacht. De persiden zijn er, oftewel de vallende sterren. Die zijn te zien geregeld. Maar er kan ook mist en dichte mist ontstaan, een waarschuwing daarvoor. En verder de temperaturen. 12 tot 17 graden met de hoogste temperaturen in het watergebied. De wind die komt uit zuidelijke richting tot zuidwest, zwak of matig. Morgen een dag met eerst kans op mist, dan de zon, dan de bewolking. En de temperaturen 21 tot 25 graden. Een prima zomertemperatuur. De wind uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. In kracht 6 voor het watergebied. Een waarschuwing voor de watersport. Wel in de avond nog even buiten zitten en dan op naar zaterdag. Het lijkt een bijna droge dag te kunnen worden met de zon erbij, maar later ook meer bewolking en later in het waddengebied kans op een bui. Temperaturen 21 tot 25 graden en de wind die komt uit het westen tot zuidwesten matig tot vrij krachtig in vlagenkracht 6. In de avond en nacht op meerdere plaatsen een bui en dan op naar zondag. De vooruitzichten, zondag een enkele bui, de zon bij 23 graden. Maandag buien met zo'n 20 graden en op dinsdag ook buien met zo'n 18 graden. Dan zijn de buien weer helemaal terug, maar morgen nog een zomerdag. En wat mij betreft, ontmoen. Tot morgen.